Ja, het interessante aan klimaatverandering is, je merkt direct dat er iets aan het veranderen is. We kunnen zeg maar statistische wetenschappelijke rapporten erop naslaan. Dan zie je dat het 15% meer gaat regenen in de komende 30 jaar. En dat dat geconcentreerder is en dat de zeespiegel stijgt. Hoe groot het probleem van klimaatverandering is, weten we eigenlijk niet precies. Dat is in een soort bandbreedte gesteld, maar het is fors. Nou, klimaatverandering stelt ons natuurlijk voor een grote uitdaging om onze waterveiligheid op orde te brengen. Daarnaast biedt dat ook weer heel veel kansen. Ontwerp speelt een hele bijzondere rol, denk ik, bij het adresseren van wateropgaven, omdat het verder denkt dan alleen het concrete probleem van schaarste of van vloed of what have you. Wat je ziet is dat ontwerpers de neiging hebben om te zeggen van kunnen we een oplossing niet koppelen aan een aantal andere stedelijke vragen. Een van de programma's waarbij wij betrokken zijn is ruimte voor de rivieren. Wij hebben in Nijmegen de Citadelbrug ontworpen. Dat is een brug in de uiterwaarden. Wat natuurlijk een hele bijzondere opgave is, omdat hij een aantal dagen per jaar onder water komt te staan. De Citadelbrug hebben wij dus opgepakt als een brug die veel meer onderdeel moet zijn van het landschap. Een slingerende brug, wat niet zozeer de kortste route is van A naar B, maar veel meer meegaat met die waterbeleving. Een belangrijk idee wat wij hebben bedacht en ook hebben weten te realiseren is het waterplein. En dat is een bovengrondse opvang voor regenwater. En het interessante daar volgens mij met name aan is dus dat je in plaats van dat je een ingenieurswerk onder de grond stopt, maak je een plein, dan heb je een openbare ruimte. En die openbare ruimte maakt dat je daar fijn kunt sporten, kunt spelen. Dat zijn zeg maar plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Je kunt je stad mooier maken door slimmer met je watermanagement om te gaan. Wat wij hebben gemaakt in New York, of wat we hebben voorgesteld, is een kustbescherming voor ongeveer 10 mijl kustlijn in wat uiteindelijk, het centrum van de wereld is bijna. En wat we hebben geprobeerd te doen is op iedere plek goed na te denken hoe je die bescherming tegen het water iedere keer zo modelleert dat die goed past in haar omgeving en daar nieuwe kansen in biedt. De grote les die je denk vanuit de Ruimte voor de Rivieren projecten mee kan nemen is dat de wateropgave veel meer is dan alleen maar het technisch oplossen van het probleem. Maar veel meer een ruimtelijke opgave is die een kwaliteit achterlaat in het landschap. Voor niet alleen voor nu, niet alleen maar qua veiligheid, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen. Ik denk dat er voor architecten een grote rol is bij dit soort opgaven. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. En als je dus wil verdiepen in hoe wij dat doen en hoe de urbanisten dat doen, hoe Nixdad doen en hoe je daar ook je eigen kansen van kan maken, dan moet je gewoon komen op 11 december.